Goedendag, jij leest van Medemblik Actueel. Welkom bij alweer de 18e vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. We zijn inmiddels in mei en we zijn inmiddels ook een beetje begonnen met de afwerking van de inrichting. Dus er wordt overal plaatmateriaal voor getimmerd. Een deel is al gestukt. Er ligt hier overal afwerkingsmateriaal klaar. De hele wand van de conditorij waar de banken, de lange bank tegenaan komt, is inmiddels strak. En ook bij de keuken al overal platen en dingen die weggewerkt worden achter het plafond. Dus het begint hier steeds strakker te worden. Maar natuurlijk ook nog steeds de oude elementen erin. De gevonden deur. Streep op de vloer nog. De nieuwe lift. Maar steeds meer strakke afwerking. Ik ga zo ook even naar het deponenzaak laten zien wat voor voorbereidingen we daar allemaal aan het doen zijn. Want ja, als het straks allemaal afgewerkt is, dan moet er natuurlijk ook de nieuwe opstelling moet erin gezet worden. Dus ik laat graag even zien welke voorbereidingen we daarvoor allemaal al in het depot aan het doen zijn. Nou, inmiddels in het depot worden dus ook de spullen voor de herinrichting klaargemaakt. Dit is de toonbank. En de bijpassende kleuren. De koelvitrine. Gekoeld gebak, circa 1950. Met een doorkijkraampje voor de oude koelinstrumenten. Dat komt dan ook in de winkel. In een ander gedeelte van het depot ligt hier de tweede toonbank klaar. En dan liggen hier ook allemaal originele modellen voor broodmandjes. En die komen terug in de conditorij als lampenkap. En er komt ook in de conditorij glasreclames. Die hele mooie oude glasreclames. Wel met nieuwe LED-verlichting erachter. En uiteraard ook de glasreclames die van de gevel komen, worden op dit moment weer helemaal onder handen genomen, opgeknapt. Hier nog een extra glasreclame. En zo zijn we dus bezig om te zorgen dat als straks de verbouwing klaar is, het grove gedeelte, dat wij de hele boel kunnen herinrichten. Uiteraard wel in dezelfde sfeer. En dan zie ik u graag volgende week bij de 19e vlog.